Hallo Rietje vriendjes, hoe is je daar? Nou hier zie je... Ja, wat zit er onder het doosje? Wat zal ons Agnetje hebben opgestuurd? Laten we gaan kijken. Nog een doosje. Ja, ik weet wat er nu gaat gebeuren. Er komen stromen voor. Oh, Jan is een commercieel luchtig geworden. Jantje heeft zich gewoon laten omkopen. Wat een verschrikkelijke klootzak. Ik kijk nooit meer. En waar de klootzak zei, bedoelde ik eigenlijk vervelende man... Voor de jonge kijkers. Ja? Oké. Ik kreeg wat opgestuurd. En dan kan ik wel zeggen, wat zit er onder het doosje? Want hij heeft Ahmedje opgestuurd. Maar dat is een beetje vreemd, want Ahmedje zou natuurlijk dit nooit opsturen. Wat is het? Het is een hele doos. Apero Belge. En dat betekent, weet ik veel, wat betekent dat eigenlijk? Een smaakpakket uit België heb ik opgestuurd gekregen. Nou, dat is van foodbelgium.com. Foodbelgium.com. Dus, ja... Noem mij maar een commerciële een vervelende meneer. Of zeg maar dat ik mijzelf de grap heb gegooid. Maar als ik zoiets opgestuurd krijg, kijk ik er even in. Bevalt het me niks, pleur ik het weg. Bevalt het me wel, bespreek ik het toch even bij Jans Reviews. Ja, ik mag dat toch ook bepalen, zou je zeggen. Ik heb dus een hele koffer opgestuurd en ik lees Apero België. Ik denk, ja, het zegt me weinig. Dan zie ik natuurlijk de Belgische vlag, antenne erop, smaakpakket België. Dan doe ik hem open, moet je kijken. Is toch leuk? Allemaal spulletjes uit België, uit ons zuiderbuurlandje. Ik reed er laatst trouwens nog doorheen. Wat is dat toch een ongelofelijke aftandse bende, joh. Je komt dan van die mooie snelwegetjes van Nederland. En op een gegeven moment rij je zo'n derde wereldland in, waar alles kapot en vies is. En dan is het dan België. En dat vind ik toch eigenlijk wel heel grappig. Want die Belgen, ondanks, nou ja goed, kijk, Wallonië is natuurlijk een beetje, laten we zeggen, een ziek achtergebleven gebied, wat eigenlijk Frankrijk is. Maar met die Vlamingen, die hebben het eigenlijk hartstikke leuk met elkaar. En het is een soort failed state. Niets werkt er echt of gaat er goed, maar ze zijn lekker Bourgondisch. Zitten lekker te eten, zitten lekker te drinken, zitten te genieten. En moeten veel lachen. Meestal ook om mezelf, zou ik ook doen trouwens, als ik Belg was. En dat vind ik eigenlijk wel weer leuk. Ja, wat ik bedoel, Nederland doet net of alles hier voor elkaar is. En hier is het ook beter voor elkaar dan België. Alleen daar hebben ze nog een beetje lol met elkaar. En hier zijn we toch een beetje, dat we denken, ja, erg leuk is het nou ook niet meer hier. Maar goed, daar gaat het even niet over. Waar het dus over gaat, is dat hier dus een hele box binnen is gekomen uit België. En dan gaat Jantje even proeven voor Jans Reviews. Nou, zoals jullie begrijpen, neem ik natuurlijk de bieren. Want daar zijn de Belgen natuurlijk beroemd om. De rest, ja, ga ik niet proeven, zeg ik, ben ik de hele dag bezig. Maar er zit in Antwerpse handjes, cookies. Er zit in, wat is dit? Een doos bonbons. Daar staan ze natuurlijk ook bekend om, die Belgen. Pralines, hè, noemen ze bonbons daar. Hier is, weet ik niet wat dit is, een zakje droppies. Project of Belgium. Cooperdons, the originals. Zijn dat droppies? Droppies komen uit Nederland. Dat is ook weer van ons gejat. Hier hebben we, weet ik ook niet. Oh, Luikse siroop. Siroop voor op de op stroop is het eigenlijk gewoon voor op de boterham. Dat hebben ze blijkbaar ook. Nee. Hasselse graanjenever. Graanjenever is toch ook een Nederlands product? En wat is dit? Elixir d'Anvers, Antwerpen. Mooie stad trouwens. Leuke stad vind ik dat ook trouwens. Dat is een liqueur. Nou, de rest niet. Ik ben daar even aan de kant. Ik ga toch even proeven welk liqueurtje dat is hoor. Zo, open. Dit is Elixir d'Anvers. Oui, oui, oui. Het ziet er een beetje geel uit. Oh, het is wel sterk. Heel sterk suikerdrankje, maar goed. We gaan het even hebben over de Belgische bieren. Zijn Belgische bieren lekker? Ja. Er zijn ook niet lekkere Belgische bieren overigens. Dus als je bij foodbelgium.com zo'n doos bestelt, dan krijg je ook deze bieren en al die andere meuk. Hartstikke leuk product uit België. Hoi. Nou, hebben we genoeg reclame gemaakt? Hè? Kunnen jullie mij nu voor de commerciële heuft eruit schelden? Laat ons proeven. Vier glazen en het openen. Ik heb nog steeds geen aparte bieropener, dus ik doe het nog steeds met een blikopener. We hebben hier Triple K, Kriek. Ja, dat is bekend Belgisch bier. Dat is kersenbier. Nou, jullie weten wel wat ik van kersen vind, maar kersenbier is niet lang niet vies. Brugge Triple. Dat is een stad. Brugge. Ben ik vroeger geweest met mijn vader, heel lang geleden. Weet ik niets meer van. Maar goed, een gekruid biertje uit Brugge. Triple d'Anvers. Nou, d'Anvers, daar zijn we al achter. Dat is Frans voor Antwerpen. Stadsbrouwerij De Koning. Sterk bond bier. Nou, ook lekker. Blue.
Belgian blueberry bier. Ja, dan gaat het mij natuurlijk alweer helemaal mis, want ik vind blueberry bier weer een beetje overdreven. Maar wie weet smaakt het lekker. Wat is dit, een vies glasje? Gadverdamme. Even schoonhalen. Klokkie, 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 klokkie. Nou, dit ziet eruit als bier. Ja, geel met een schuimlaagje. Ja, dat is meestal wel zo. Deze. Dit is dan een triple uit Brugge. Te niet te geloven. Geel met een schuimlaagje. En heel veel schuim omdat ik er heel hard in heb gekonken. Nou, dan is deze natuurlijk een beetje roze. Want het is een kriekje. En dan is deze natuurlijk een beetje blauw. Neem ik aan. Vanwege, nou ja, een beetje paarsblauw. Nou, hartstikke leuk. Dit is nog steeds niet te drinken. Het lijkt wel een glas melk. Goed irritant zeg. Jezus. Proost. Triple uit Antwerpen. Moet goed zijn. Belgisch bier is altijd wel lekker. Ja. Ik vind het een apart biertje. Triple Anvers, een apart biertje. Sterk blond bier. Ja, het is natuurlijk wel een stevig biertje. Dus even kijken. Wat, dit is een 8%er. En gewoon bier heeft zeg maar 4,5-5%er. Dus dat is wel een stevige biertje. Punt is wel. Het is een stevig blond biertje. Maar het is niet dat je denkt, godverju, wat stevig. Weet je, dat je denkt, nou, wat, dat is een beetje een zwaar, te zwaar biertje. Dat heb ik deze niet. Dus, ik vind de afdronk een beetje, ik geef me een beetje een rare smaak in mijn bakkie. Ik weet het niet. Oh ja, voor mensen die dan zeggen, oh meneer de commerciële hufter, je doet dus nu ook boxers van god weet het, foodbelgium.com. Je laat je dus omkopen met producten, et cetera, et cetera. Nou, een van de redenen waarom ik deze behandel is omdat ik fans in België heb. Ja, ja, Jantjes Reviews, go international. Want mensen in België blijken ook te kijken naar deze onzin. Is dat leuk? Enfin, het schuim is bijna ingeklonken van onze Brugge-trippel. Een andere stad, het België, ja, die heeft ook een trippeltje gemaakt. Nou, kijk eens ook, ziet er hartstikke leuk uit. Flesje. Slokje. Is de Brugge-trippel zwaar? De Brugge-trippel is 8,7. Die is nog even zwaarder dan de stoere blonde uit Antwerpen. Ik vind hem niet een smaak hebben dat je denkt, godverdikke. Dus ook die is lekker. Ondanks de kracht en de hoeveelheid alcohol is hij goed in smaak. En de Brugge-trippel heeft geen raar nasmaakje. En ik ga nog één keer naar die gast uit Antwerpen. Die ruikt ook een beetje van, weet je waar dat naar ruikt? Naar van die gedroogde hondenbrokken. En daar smaakt het ook naar. En dan vraag je je af, ja, hoe weet je dan hoe gedroogde hondenbrokken smaken? Ik heb dat een keer geproefd. Iedereen heeft wel eens een zwak moment in zijn leven dat hij dingen in zijn mond stopt. Waar hij achteraf spijt van heeft. Ja. Ja, best vaak. Goed. Deze stinkt gewoon een beetje. De hondenbrokken. Triple Antwerpen. Allee, allee, amai, waar heb jij daar? Trippelke, lekker kriekske. Dus weer een trippel, maar dan met kers. En dat vind ik best wel lekker. Ik maak vaak stoofvlees. En dan gooi ik ook een kriekelambiek bij. Dat is een bekend kriekje uit België. En dan krijg je dus je stoofvlees naast een biersmaak ook een klein beetje kersensmaak. En dat is ontzettend lekker. Maar goed, ik vertel wel wat in me opkomt. Hè. Dus niet zeggen, oh ga meneer de culinaire. Nee. Het vreemde is een beetje dat deze kriek van kersen dus niet naar kersen smaakt. Dit bier smaakt naar pruim. De vrucht, de gedroogde vrucht, zeg maar, de gedroogde pruim. Dus we hebben hier een bier wat aan hondenbrokken smaakt en naar pruim, terwijl de kers in zit. Het is raar. Ik denk niet dat, god, hoe heet het nou? Foodbelgium.com nog een doosje op gaat sturen op deze manier. Nou, daar komt die. Paars bier van blueberries, van bosbessen. Dat is toch bosbessen of wat? Ja.
Allee. Blue is een fruitig Belgisch wit bier. Nou ja, dat is natuurlijk niet waar, want dit heeft niks met wit te maken. Maar goed, je bent Belg, laat het zitten. Ambachtelijk gebrouwen, de brouwerij Boelens. Verrijkt met blauwe beskes. Powered by Blueberry. Fields, Koerselen, Bringen. Blue heeft een goede balans tussen zuur en zoet met een echte biersmaak. Er zijn geen kleur- of smaakstoffen toegevoegd. Ze 30% blauw bessensap zit erin. Laat ons proeven. Er zit wel een beetje alcohol in, hoor. 5,5%, prima te doen dus. Wat een raar biertje, zeg. Het is echt inderdaad een biersmaak. Het is echt gewoon een biersmaak. En het is inderdaad helemaal niet echt zoet. Oh. Na een tijdje komt de bosbessensmaak. Want eerst smaakt het gewoon naar bier. Dat je denkt, ja. En het heeft dan wel een ander kleurtje. En je proeft ook wel dat het niet per definitie gewoon een pilsje is. Maar nu komt een beetje de bosbessensmaak. Dat is helemaal niet vies. Dat is inderdaad zoet en zuur. Niet alleen maar vreselijk zoet. En ook niet naar een andere vrucht. Ik bedoel, dat ik nu bosbessenbier zit te drinken, dat het naar, weet ik veel, ananas smaakt. Zoals ik net de kerst had die een primer smaakt. Of de trip wat Antwerpen die een hondenbrokken smaakt. Verwarrend. Verwarrend kusje dit. Nou, ik wil foodbelgium.com erg bedanken voor het opsturen van het pakket. De koekjes en de dropjes en alle boel zullen per zeker en definitie op worden gebikt door mijn kroost, oftewel mijn kinderen. Ik heb jullie bier even gereviewd. Het was een verwarrend spektakel, maar het is wat het is. Het meest lekkere was de hondenbrokken triple uit Antwerpen. Die smaakt gewoon best wel goor. Er zitten gewoon hele verse, vieze smaken aan, achteraf gezien. Dus dat krijg je van mij echt een 4, hoor. Ja, sorry. Ja, het spijt me, maar dat... kijk, al wat dik betaald, dan zou ik zeggen van alles is helemaal fantastisch, toppie, hier heb je een 8. Maar dat is ook niet zo. Kriek smaakt naar gedroogde pruimen. En alle pruimen die leggen te schuimen. Alleen, ik ga natuurlijk niet een kriekbiertje openen om naar pruimen te gaan proeven. Snap je wel wat ik bedoel? Dus die krijgt van mij een 5. Dan is de Blue, dat is een leuk biertje. Dat is een bosbessen biertje. Die is zuur en zoet. En bosbes, op het moment dat je een paar slokjes hebt gehad, denk je, kijk nou wat. Ik lijkt net of ik een hele mond vol bosbessen heb gehad. Nou, dat klopt ook, want er zit 30% van die sap in. Maar dat doet er even niet toe. Die is hartstikke leuk, die krijgt een 6. En de allerlekkerste is de Brugge Triple. Die krijgt een 8. Nu kan je natuurlijk de hele tijd denken van, hè? Maar Jan zei toch net dat België een gigantisch bierland is. En echt hoge cijfertjes zijn er niet gegeven. Dat klopt, daar kan ik niks aan doen. Maar in ieder geval... wat ik altijd zeg, Apero Belgium. Ik weet het niet. Ik weet niet wat dat betekent.